Het is zomer in Overijssel. En RTV Oost volgt 9 weken lang de avonturen en ervaringen van toeristen in onze gastvrije provincie. De vakantiegasten krijgen een koffer vol informatie over onze cultuur en natuur. Plus enveloppen met de dagelijkse vakantieuitjes en activiteiten. En als klap op de vuurpijl krijgen ze een creatieve weekopdracht om de onvergetelijke vakantie zelf vast te leggen in een eigen kunstwerk. Gisteren kwamen Els, Adrie en hond Chivas vanuit Spijkenisse aan in Lutterzand. En ze voelden zich meteen thuis. Het is echt een plaatje binnen in de bos. Ik ga niet meer weg. Ondanks de visuele beperkingen van Els ging het avontuurlijke stel meteen de omgeving verkennen in kano en op de duofiets. En ook nu bleek maar weer eens, in het land der blinden is de kaartlezer koning. We zijn nou verdwaald, joh. De weergoden waren Anoushka en Harry op hun eerste dag niet goed gezind. Maar het vechtal biedt ook bij druilerig weer de nodige activiteiten waarbij de innerlijke mens goed aan zijn trekken komt. Zelf pannenkoeken bakken vond Scheveningse Harry niet echt zijn ding. Dat is vrouwwerk, hè? Dat is geen mannenwerk. En zijn mannelijkheid kwam in de groentekas nou niet bepaald subtiel naar boven. Zou ik voor wat anders gebruiken, lieve schat, doe niet. Kortom, het is zomer in Overijssel. Op landgoed Lutterzand zitten Els en Adrie aan hun eerste vakantieontbijtje. Heb jij dat vers geperst vanmorgen? Bijna. Oh. Dat heb je laten doen dus. Ja. We waren best vroeg wakker, 6 uur, vogeltjes. Dus dat was wel een verademing. Meestal word ik wakker door het verkeer, 's morgens vroeg. En ja, goede nacht gehad. Ja, voor mij is het altijd wat lastig. De eerste nacht ben ik altijd wat onrustig. En dan kom ik moeilijk in slaap. Maar bedden liggen goed. Ik ben altijd heel actief met de mail en de tablet en dat soort dingen en de computer, dan moet ik altijd wel eventjes even van afkicken. Bereik is hier niet zo ontzettend goed. Dat is helemaal niet zo erg voor Adrie, hoor. Ik wilde vanmorgen mijn krantje even downloaden en dan moest ik wel eventjes naar het pad toe om ontvangst te krijgen. Ja, je moet nog een end lopen ook, hè? Ja. Maar heerlijk zo. Lekker ontbijten op je vlonder zo. Heerlijk. En na het ontbijt is het tijd voor de envelop. Activiteit. Lekker ontspannen en genieten bij boerderij Spa Nutten. 10 uur. Yes. Sauna? Spa, denk ik. In ieder geval iets met bad en zo, lijkt mij. Het echtpaar uit Spijkenisse bezoekt regelmatig een sauna. Maar ze zijn erg benieuwd wat spa en wellness betekent hier op het Twentse platteland. In Stegeren ontwaakt camping De Kleine Wolf. Ook in de camper van Anoushka en Harry staat een echt vakantieontbijtje op tafel. En de sfeer zit er al goed in. Ja, als het wat lekkerder weer is, dan gaan we zeker naar buiten. Maar met de regen blijven we nog even lekker. Zo niet wachten we nog even een paar maanden. Dan is het zeker lekker weer. Dat is nog niet grappig. Zoals gezegd, de sfeer zit er goed in. Na een fijne nachtrust. Goeie nacht gehad. Ja. Ik heb eigenlijk heel lekker geslapen, dus prima. Zij af en toe wakker geworden, maar dat is anders thuis ook. Dus nee, is goed gegaan. Toch? Jij ook lekker geslapen, toch? Ik heb prima geslapen, moet eerlijk zijn. Mijn bed is goed, ruimte is oké. Kijk, ik blijf een kleine ruimte voor naar huis, dat ga je niet vergelijken. Maar voor dat soort vakanties kwam wel aangenaam. Oh nee, wacht even, een dingetje moet ik ook hebben. Over je schouder? Goed zo. Na het ontbijt krijgt Harry de taak om zijn allereerste campingafwasje te gaan doen. Ondertussen krijgen Anoushka en de 5 maand oude Kono de activiteiten-envelop voor vandaag. Lelijk eendje, toertocht bij Hiawatha actief. Onderweg verzamel je verschillende producten en ingrediënten voor een overheerlijke maaltijd. Lelijke eendjes, dat zijn hele oude auto's. Leuk. Die eendjes, hé. Hey. Dat zou papa ook wel leuk vinden. En papa is na deze nieuwe vakantieervaring ook zeker toe aan iets leuks. Deze vakantie is ergens top. Wat verdienen, want dat heb ik nu 1 keer gedaan. Wat gaat nu gebeuren? Dat ik hem morgen nog een keer moet doen. Want straks ben je net wel als de hond aan de lijn.
Hè? Zie je? Eerst de los. En dan aan de lijn. Hai. Hey schat. Hallo. We gaan vandaag in een eendje, in zijn oude eend. Gaan we rijden. En dan gaan we onderweg allemaal ingrediënten verzamelen. Ja. En dan gaan we naar een restaurant waar een chefkok van de ingrediënten die wij gevonden hebben een maaltijd gaat maken. En wij gaan de ingrediënten? Wij gaan ze zoeken, maar de chefkok gaat maken. Maar waar gaan we die zoeken? Nou, bij de supermarkt. Zoals gezegd, de stemming zit er goed in. Els en Adrie zijn aangekomen bij hun vakantieactiviteit voor vandaag. Of eigenlijk is het geen activiteit, maar eerder een passiviteit. Je lekker laten verwennen in de wellness. Pas op het opstapje. Ja, dank u wel. Fijn dat u het even zegt. Ja, natuurlijk. Ga een beetje deze kant. Ja. Oeh, wat een mooi. Ja, jullie zijn hier ook in het oudste gedeelte van de boerderij. Wij kunnen ook terug, boven zijn allemaal hele oude gebinten. En wij kunnen terug dat hij in 1645 hier al gestaan heeft. Deze boerderij is ook altijd in familiebezit geweest. Dus is altijd van ouder op kind overgegaan. En nu een hele nieuwe bestemming, denk ik. Ja, we hebben 3 dochters en die wouden eigenlijk geen melkveebedrijf overnemen. Dus moesten we wat nieuws bedenken. Ja. Het is hier mooi. Ik kom binnen en ik vind het mooi hier. Prachtig ingericht. Hele rustgevende omgeving. Je kan, als je naar buiten kijkt, prachtige tuinen en weilanden. Je voelt het ook zo van, valt iets van je af, echt ontspanning. Ik denk dat ze precies aanvoelen wat je nodig hebt om te onthaasten, zeg maar hier. Ja Els, dat onthaasten gaat zeker lukken. Maar hou er rekening mee, een tukker bak ze bruin als de oven heet is. Nou, ik heb brood voor jullie. Jullie mogen zo meteen plaatsnemen in de broodoven. Ja. Waar we dus dit Twentse spelbrood gaan bakken. Oké. Okay. Ja? Ja. Apart? Apart? Heel apart. En jullie zien wel, hier deze oven heeft een schoorsteen die open is. Dus je zult zo meteen ook merken dat die geuren van het vers gebakken brood hier in de ruimte komen. Zijn dus heel aangenaam voor de luchtwegen. En je zult ook merken dat daardoor de speekselklieren worden gestimuleerd. Okay. Nou, en vandaag tijdens de lunch, dan mogen jullie proeven wat je ervan gebakken hebt. Dank je, Elbert. Nee, nog niet. Dat spelt gezond en voedzaam is, dat weet vrijwel iedereen. Maar dat afbakken ervan ook zorgt voor lichamelijke ontspanning, dat is nieuw. Of moeten we zeggen vers. Geuren, inderdaad. Speeksel wat je naar binnen krijgt van het bakken van het brood. Heerlijk. Zalig, die warmte ook. Weldadig echt. En dan die geur erbij. Fantastisch. Jullie zien er ook wel heel mooi goudbruin uit. Volgens mij moet ik jullie nu meenemen naar buiten. Ja, het is gaar. Jullie zijn gaar. Jullie wel. Het broodje moet nog heel eerlijk. Oh, oké. Okay. Ja? Het ruikt heerlijk. Met vast een krokant korstje. Anoushka en Harry zijn met kind en hond aangekomen bij de startplaats van de Lelijke Eendentour. Professioneel surfer Harry checkt alvast de windgevoeligheid van de oldtimer. Veren zijn goed. Kind zal lekker slapen. Nou, alles wat je aanzet bij een eend moet je ook weer uitzetten. Dus knipperlichtje, die blijft gewoon aan als je de bocht door bent gegaan. Lichten, dat is deze, moet je 2 keer naar voren met de R. Niet aan knopjes zitten waar je niet van weet waar het voor is. En dit haakje. Oh, kijk, daar gaat hij al. Haakje. En het schakelen, dat is even wennen. Nu we het toch over oldtimers hebben, het leeftijdsverschil tussen Anoushka en Harry bedraagt maar liefst 28 jaar. Dus ja. Heel veel mensen denken af en toe dat zij mijn dochter is. Ik doe verder niet zoveel mee. In het begin vond ik het wel heel vervelend. Maar het is gewoon zo.
En de mensen waar wij wonen, die kennen ons allemaal, dus die zijn al aan gewend. Ze weten dat het gewoon goed is. Ze weten dat ik gewoon geen oude lul ben. En inderdaad geef je door, nee, het is mijn vrouw, eerlijk gezegd. Het is niet mijn vriendin, het is echt mijn vrouw. Ik ben getrouwd. Ik heb een kind. Ja, en dan is het gewoon prima. Ze is waarschijnlijk als ik wat ouder word en zij wordt ja, uiteindelijk ook iets ouder. Het grote verschil wordt nog groter. En nu valt het nog wel mee, denk ik. Maar op het moment dat ik gewoon daadwerkelijk gewoon, ja, mijn oude leeftijd gewoon krijg, ja, dan ja, wie weet of ze denken slecht over haar of slecht over mij, een van de twee. Maar ja, de feit is dat wij houden van elkaar. De feit is dat wij zijn getrouwd en een kleine hebben. En zo zullen we gewoon altijd gewoon blijven doen. En zo gaan man, vrouw, kind en hond in de eend op zoek naar streekproducten uit het Vechtdal. De autorit vanuit Dalfsen kan alle inzittenden bekoren. En Anoushka krijgt steeds meer plezier in het eentje rijden. In het begin een beetje wennen met het schakelen. Maar gelukkig hadden we een klein geheugensteuntje voor waar het schakelen zat. Maar eigenlijk na twee keer hadden we dat ook al wel door. Dus... Nee, was echt wel heel erg leuk. Een paar hele mooie kastelen gezien, een paar mooie kerken gezien, veel weilanden. Ook onze Harry wil deze rijervaring in een lelijke eend meemaken. Maar zoals gebruikelijk blijft het niet zonder commentaar. Het blijft een oude auto, gaat heel langzaam, onwijs veel geluid. Dan ruiken aan de binnenkant een beetje naar benzine. En ook het ontbreken van een airco lost Harry op geheel eigen wijze op. Maar ruiken we nou benzine of is dat baby Kono? Harry's rijstijl is aangeleerd op brede Italiaanse boulevards. En niet echt geschikt voor smalle boerenweggetjes in Overijssel. Ik slinger een beetje door de weg heen. Of ik heb moeite om één recht deel te houden. Ja, Harry heeft wel eens moeite met het kiezen tussen de weghelft. Nee, ze waarschijnlijk let er gewoon vaker gewoon niet op. Ja. Maar daar heb ik een vrouw voor. Ik vraag hem dan wel of hij alsjeblieft wil kiezen tussen een weghelft. En zo heeft Harry dus een knappe, jonge vrouw die meneer netjes tussen de lijntjes houdt. Ook dat is zomer in Overijssel. Els en Adrie mogen na hun afbaksessie genieten van de rust en natuur buiten de boerderij. Kijk eens, ik heb voor jullie water met een takje mint en een schijfje sinaasappel. Heerlijk. Heerlijk. Nou, jullie moeten goed blijven drinken vandaag. Zeker één glas na iedere behandeling. Anders kun je hoofdpijn krijgen. Dat zou natuurlijk jammer zijn. Dat zou inderdaad jammer zijn. Dat zou inderdaad zonde zijn van de ontspanning. Dan kom ik jullie straks weer ophalen voor de volgende behandeling. Ja, dat is goed. Dankjewel. Proost op een ontspannen dag. Ja. Lekker. De eerste wellnesssessie met het speldbrood was al verrassend. Maar ook de tweede ronde hier in Nutter is anders dan de doorsnee sauna bezoeker gewend is. Nou, jullie mogen hier naar binnen lopen. Met de blote voeten op de sparretakken. Aha, Adrie, laat mij eerst gaan. Ja, maar dat voel jij hoe het voelt. Als het prikt, dan komt hij niet. Oh, dat komt apart. Oh, ja. Dat prikt een klein beetje lekker. Ja. Dan kun je deze kant vrij zitten. En achter zit nu een bank. Het komt allemaal wel meer binnen, de beleving. Als je minder gaat zien, zijn geur en tast ook gehoor natuurlijk. Heel belangrijk. Het gevoel van de warmte, de ontspanning, de geur, de smaak. Dat beleef je wel intenser. Heb je het? Ja. In een bosloot. Zoals gezegd, het is belangrijk om na elke ronde water te drinken. Maar ook de lekkere trek mag men niet negeren. Nou, ik heb de warme lunch voor jullie. Kijk eens, voor jou de kabeljauwfilet met groenten en quinoa. Oh, wat heerlijk. Ik ben dol op kabeljauw. Kijk eens, voor jou de parelhoen. Met een botje lekker. Ja, zeker. Eten met bestek blijkt nog best lastig te zijn voor Els. Ik ga een poging doen. Kijk, bij mij is dat altijd een feestje hoor, als ik wat wil gaan snijden. Is behoorlijk ingrijpend als je van redelijk goed zien naar 3% gaat. Nu moet je wel zien dat het bij mij ook in etappes gegaan is. Toen met mijn 16e zag ik ongeveer nog zo'n
80%. En de koker die werd wel wat smaller, dat gezichtsveld. Maar toen ik 40 werd, toen is mijn gezichtsvermogen van die 80 naar goede 40 gehalveerd. En dan zeggen ze, het leven begint bij 40. Maar voor mij was dat zoiets van, het moet nu niet gekker worden. Want anders gaat het licht daar ook uit. We kennen elkaar al bijna 40 jaar. Dan heb ik dat vanaf bijna geen ontdekking van dat er iets aan de hand was tot nu. Waar het wel heel erg heftig is, 3%. In stappen meegemaakt. Ik moet zeggen, als ik terugkijk, is de laatste stap van 2-3 jaar geleden zo'n beetje, is wel een hele heftige geweest. Want je merkt nu ook echt in haar functioneren dat het ook echt soms heel slecht is. Ja. Dus dat was even een knap. Daar is wel even een psycholoog aan te pas gekomen. En Adrie heeft me enorm geholpen daarbij. Maar soms is de liefde van je man ook niet voldoende. Op zo'n moment heb je professionele hulp nodig. Mensen vinden mij positief. Ik vind zelf ook dat ik redelijk positief in het leven sta. Ik heb ook mijn momenten. En ik schaam me daar niet voor om die gewoon om te laten zien als ik me niet zo fijn voel. Ja, soms moet ik ineens huilen als iets niet lukt. Ja, dat hoort ook bij het leven, met lachen en traan. En zo is het, Els. Laat gaan. Anoushka heeft het sturen van de lelijke eend maar weer overgenomen en komt met haar gevolg aan in Vilsteren. Op deze boerderij worden lakenvelders opgefokt voor de vleesproductie. En boer Benny geeft een rondleiding. Dit zijn dan de laken van de stieren. De stieren worden ongeveer 12 tot 14 maanden oud. En dan zijn ze ongeveer 300 kilo geslachtgewicht. Deze zijn dan bijna 300 kilo. En dan gaan ze naar de slager toe. Eerlijk gezegd moet ik een beetje wennen dat er zoveel stieren zijn in zo'n klein hokje. Dat wel. Iedereen weet het wel dat dat natuurlijk zo is en dat die koeien eerst in de wei lopen en daarna op je bord belanden. Maar het is wel een harde werkelijkheid als je dat zo ziet. Voordat ze kunnen vertrekken ontvangt Harry nog allerlei lakenvelder vleesproducten. Maar onze Italiaan lijkt een beetje van slag en kan maar moeilijk enthousiast reageren. Alsjeblieft. Dankjewel. Succes ermee. Dankjewel. Hoor. Ja hoor, helemaal goed. Weer eenmaal op weg blijkt Harry twee dingen tegelijk te kunnen. Zowel baby Kono in de gaten houden als zijn medeweggebruikers. Wat echt top vindt. En hij rijdt zijn gezinnetje veilig naar de volgende smaakvolle stop op deze route, het schaap. Hier op landgoed Vilsteren lopen het hele jaar door schapen met hun lammetjes. De lammetjes worden niet erg oud, want ze zijn voorbestemd als mals streekproduct. Onder meer te verkrijgen bij Herberg de Klomp, met het takje rozemarijn. Lekker. Oké. En hoeveel schapen of lammeren heb je hier nu dan? Hier lopen 70 moederdieren ongeveer en ongeveer 125 lammetjes. Oké. Ik heb nog wat koteletjes meegenomen. Toppie, bedankt voor de uitleg, voor je tijd. En zo verzamelen Anoushka en Harry een fraaie maaltijd bij elkaar. En ze zijn nog niet klaar. Dus rijdt ons Scheveningse gezinnetje verder door het Vechtal. In een roze lelijke eendje. Of mag ik hier zeggen lelijke roze eendje? Want dat is het natuurlijk wel. Foei lelijk. In Nutter staat alweer de volgende verrassing klaar. Nou Els, jij staat nou hier voor een hooistoel. Ja. Maar je zult zo, ja, je ruikt het al, het alpenhooi. Ja, meteen al. Ja, maar achter jouw rug zit een stoof met alpenhooi. En wanneer je zo meteen in de stoel gaat zitten, dan wordt daar stoom doorheen geblazen. Ja. En dan zorgt dat alpenhooi ervoor dat jouw luchtwegen heel goed worden gezuiverd. Fantastisch. Zit je als het ware in een privézaal? Geweldig. Ja, in een soort laken waar je in zat, een soort mini-tentje. En daarbuiten was net een toneelstukje met je gezicht erboven. Zo'n Jan Klaas poppenkast. En ik dacht ook van, nou, nu gaan we taarten gooien of zo. Als je meteen ook even goed via jouw neus die geur inademen, maar dan zul je merken dat de lucht weer helemaal open gaat staan. Ja. En door de cumarijn die vrijkomt, wordt het bloed heel ietsjes verdund en ook even heel goed door je lichaam gespoeld. Ja, dat was een hele speciale ervaring. Die broei, die warmte die je voelde, die geur, je luchtwegen, alles ging open. En ik viel op een gegeven moment bijna in slaap. Zo zalig was dat. Vind je het niet zo warm? Valt mee.
gewoon een beetje naar voren zit en dan wordt het wat minder warm. Ja, ik zit echt heel met mijn rug er tegenaan. Ik vind het zalig. Adrie kan zich nog niet helemaal ontspannen overgeven aan de warmte, maar Els geniet met volle teugen. Moet je uithouden, Els? Het is zalig. Dit is echt geen kwelling hoor, dit is heerlijk. Kom, nog even een half uurtje volhouden, Adrie. Geniet van dit iets. Op de derde locatie van de tour duiken Anoushka en Harry in de plantaardige wereld van het speld. Eddy, leg jij het even uit, joh. Nou, speld is een oergraan, zoals jullie weten. De tarwe van tegenwoordig komt eigenlijk van het speld. Zo wordt het geoogst op het land. Maar dit kan de bakker pas gebruiken. Okay. Maar dan moet het eerst ook een gemalen worden. De stap tussen dit en dit, daar zijn we hierin gespecialiseerd in, het verwerken van speld. Laat maar even zien, Eddy. Het ruwe speld wordt naar boven getransporteerd in de bakkie. De dames zijn diep onder de indruk van Eddy's ambachtelijke verwerkingsproces. En van de bloem, van de speldbloem, wordt de pasta gemaakt. Ja, hoepla, zo heb je pasta. Lekker kort, Eddy. Nee, ik vind het echt wel, en dat meen ik serieus, ik vind het echt wel interessant om te zien hoe dat gedaan wordt. Kijk, voor ons komt het uit de supermarkt, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Althans, uiteindelijk wel, maar daar zit nog een zoveel voor, hoe dat allemaal gemaakt wordt en van het land gehaald wordt. Dus wel heel erg leuk om te zien. Ja. Ik ben blij dat we niet gezien hebben hoe die koeien vermalen werden. In het rustieke, pittoreske, magnifieke Vilsteren heeft de kerkklok 17:30 geslagen. De hoogste tijd om deze vakantiedag af te sluiten met een goede maaltijd. Want de magen zijn leeg en de auto is gevuld met lakenveldervlees, een mals lammetje en de diverse speldproducten. Gert-Jan van Lochem, van harte welkom. Bij Herberg de Klomp krijgen Anoushka, Harry en natuurlijk Kono een echt kijkje in de keuken. Dus het idee is om met het lakenveldenrund van meneer Holsman een tartaar van lakenveldenrund te maken. Met het lam gaan we een mooi hoofdgerecht maken. Dan zijn jullie ook bij meneer Swieters langs geweest. Het was de bedoeling om even een pannenkoekje van zijn speld gaan te bakken. En daar doen we even wat mooi fruit bij. En nog maar net aan tafel verschijnen de vechtal delicatessen al op het bord. Grapjes over vlees vindt Anoushka niet echt smaakvol. Deze was nog nummer 1792. Dat is niet grappig. Hai. Ik ben wel bijna 10 jaar vegetarisch geweest. En met de zwangerschap zo'n groot ijzertekort dat ook supplementen niet meer werkten. En toch echt wel nodig was. En ook met de borstvoeding dat ik toch weer wat vlees ging eten. Hoewel Harry geen vegetariër is, heeft de ontmoeting met de lakenvelders toch grote indruk op hem gemaakt. Ik heb een stukje genomen, lekker. Maar het zit toch in mijn gedachten. En ook als de koe geen naam had, maar wel een nummer. Hij ligt op de een of andere manier in mijn bord. Zit niet lekker. Zo blijft de rundertartaar en het lamskoteletje achter op het bord. Tot groot genoegen van een tevreden Anoushka. Het is een hele geslaagde dag, denk ik zo. Toch? Ja. Leuk. Het bezoek aan de spa en wellness zit erop. En hond Chivas heeft een vrije dag gehad. Chivas, Chivas, kom eens. Goed zo, staan. Tenminste, tot nu toe. Want het is de hoogste tijd voor een wandeling door het Lutteren Zand. Chivas betekent voor mij als geleidehond een stuk zekerheid, veiligheid. Ik kan hem eigenlijk als geleidehond niet meer wegdenken. Ik zou hem ook niet kunnen missen. Maar wat wel belangrijk is, is dat je altijd blijft oefenen met je geleidestok. Want als hij een keer een ongelukje heeft, glas in zijn poot, kan van alles gebeuren of ziek is. En je moet je ook de straat op. Dan zul je ook onderweg moeten, dus met je stok. Ja. Zo, en vooraan. Links, je was. Goed zo, en vooraan. Ja.
En zo eindigt weer een zonnige vakantiedag voor Els en Adrie. Vol nieuwe ervaringen voor op het moodboard. Dat klopt. We zijn gisteravond, direct ermee begonnen. Want anders zouden we dadelijk alles op de laatste dag moeten doen en dan vergeet ik een heleboel dingen. Adrie voert uit en ik adviseer. Nou, en toen is Adrie een beetje gaan verven. Ja. En toen kwam die kano eruit. Het is eigenlijk best wel goed gelukt, voor zover ik dat kon beoordelen. En jij bent ook creatief geweest, want ik heb jou de letters laten uitzoeken. Ja, dat was wel een puzzeltje. Ik mocht de letters uitzoeken. De tekst die we nu hebben, heb ik geloof ik na een kwartier bij elkaar gevonden. Dus dat. De creativiteit van zijn baasjes inspireert ook de hond tot het maken van iets moois. En wat Chivas betreft gaat dit heel diep. Morgen volgen we weer een dag lang onze gasten tijdens de vakantie in Overijssel. Hey, omhoog vliegen. Het is echt superleuk. Dit is Chivas? Chico. Chivas. Chico. Op de camping De Kleine Wolf blijkt het vegetarische verleden van Anoushka flink te botsen met Harry's. Een soort van humor. Dan lacht hij niet zoveel meer. Nou, dan kunnen we ook overboord staan. Ik vind het nu niet leuk meer. Ik vind het echt niet leuk meer. De koe was er niet een goed idee om hem overboord te zetten. Beachvolleybal, boerengolf, lasergamen of toch een potje voetvolley? Op de Ommer Bissing Sportdag is het moeilijk kiezen tussen al dit leuks. Woensdag ligt er op het water in de Vecht een grote stormbaan die je kunt beklimmen. En in het centrum kun je kijken naar de uitvoeringen van de plaatselijke dans- en gymnastiekvereniging. Dit sportieve dagje Ommer wordt morgenavond afgesloten met spetterende muziekuitvoeringen. Een ander sportief uitje, maar dan in Twente, is het Avatars Nature Park in Oldenzaal. Hier kun je als een echte Tarzan of Jane door het bos slingeren. Bij elke boom staat je een nieuwe uitdaging te wachten. Je stijgt letterlijk tot grote hoogtes, balanceert over kabels en zweeft aan het einde van het parcours met een vaart naar beneden aan de zipline. Uiteraard word je door de medewerkers veilig en goed gezekerd. Durf jij het aan? Ben je toe aan een momentje voor jezelf? Ga dan naar de Facebookpagina van Overuit. En maak deze week kans op een wel heel relaxed uitje. Een compleet verzorgd arrangement bij Saree Termen & Beauty in Oldenzaal.